U luistert naar Koinonia Live, het studiekanaal voor Gods woord, kerk en samenleving. Robert beantwoordt de vragen en ik doe de presentatie. En mijn naam is Henneke Veen. Vorige keer zijn we begonnen met het antwoord op het nieuwe perspectief op Paulus. En nu vervolgen wij met het thema verbond en ballingschap. Robert, Tom Wright ziet in de Bijbel vooral het idee van collectieve schuld. En de gereformeerde traditie spreekt over persoonlijke schuld. Dus weer een dilemma. Wie heeft er nu gelijk? Ja, opnieuw, het is geen kwestie van de ene heeft helemaal gelijk en de andere heeft helemaal ongelijk. Het is wel verstandig dat ook over de kwestie van de collectieve schuld gesproken wordt. Maar ik zou bij Paulus, bij al die plaatsen waar Tom Wright denkt dat het om collectieve schuld gaat, zou ik eerder denken aan zoiets als universele schuld. En dat is heel iets anders. Als Paulus bijvoorbeeld in Romeinen 3 zegt: wat dan, zijn wij uitnemender? In het geheel niet, want we hebben tevoren beschuldigd, beide Joden en Grieken, dat zij allen onder de zonde zijn. Nou, dat allen onder de zonde zijn wil niet zeggen dat ze als collectief onder de zonde staan en de macht van de zonde ervaren en gezamenlijk schuldig staan tegenover God. Dat allen is, zoals ik al eens eerder gezegd heb, een distributief allen, hè, dus zonder uitzondering. Zoals Paulus ook duidelijk maakt met zijn citaat van Psalm 14: er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn ze afgeweken. Dus allen staat tegenover niemand, maar het is niet allen collectief wat staat tegenover een andere gemeenschap of tegenover individuen. Allen is alle individuen bij elkaar. Ja, en het is toch merkwaardig. Ik heb de allereerste keer verteld dat dit nieuwe perspectief op Paulus is uitgelokt door Kirsten Stendhal. Die in de 60e jaren schreef over dat de fascinatie van de late middeleeuwen met de persoonlijke schuld. En dat zou dus gaan over het schuldgevoel. En zijn interpretatie van Paulus wilde proberen om weg te komen van die voorrang van het schuldgevoel. En de tactiek was dan om in plaats van die gereformeerde nadruk op het schuldgevoel van de enkeling, nu veel zakelijker te spreken over de collectieve schuld. Ja, het is logisch dat als je collectief schuldig bent, dan ben je niet persoonlijk verantwoordelijk. Hè? Laten we zeggen, als ik collectief schuldig zou zijn doordat ik burger ben van de Nederlandse staat, en de Nederlandse staat doet in mijn naam, in naam van het volk, allerlei nare dingen. Dat betekent misschien wel dat ik schuldig ben, mede verantwoordelijkheid daarvoor draag, maar ik ben niet individueel verantwoordelijk of individueel schuldig. Maar het merkwaardige is, als je dat toch nog eens even goed bekijkt, de these is dus dat als we praten over collectieve schuld, we niet meer praten over het psychologische schuldgevoel. Maar ik denk dat het juist versterkt wordt. Want op welke manier kan ik nou de schuld van het collectief ervaren waar ik bij betrokken ben, juist alleen maar in mijn gevoel? Want als ik ga uitzoeken wie wat gedaan heeft, op een zakelijke manier, kom ik er juist achter dat ik helemaal niet datgene gedaan heb waar ik collectief voor aansprakelijk gemaakt zou worden. Dus het merkwaardige is dat het idee van collectieve schuld alleen maar functioneren kan, juist als je het opnieuw als een schuldgevoel introduceert. Dus wat ze in feite gedaan hebben in deze traditie is het individuele schuldgevoel wat ze in die late middeleeuwen gelezen hebben vervangen door het collectieve schuldgevoel wat in de moderne tijd nogal eens een rol speelt bij zoiets als politieke correctheid. Dat je als blanke Europese man je schuldig moet voelen voor de verdrukkingen van minderheden, van vrouwen enzovoort. Ja, maar dat berust niet op wat jij doet, maar dat berust op het gevoel dat je kunt hebben dat het allemaal maar heel erg is en dat je daar misschien mede verantwoordelijk voor zou kunnen zijn. Kijk, laten we helder zijn.
Collectieve schuld zou een psychologie van de natie, van het volk kunnen betekenen. En dan is het dus net zo goed een psychologische zaak als het schuldgevoel van individuen in de late middeleeuwen. Nee, ik denk dat dit iets anders is. Het gaat er ook om, als we spreken over collectieve schuld, dan hebben we het over individuen die daarin delen. Het is ongetwijfeld zo dat de meerderheid en de verantwoordelijken in Israël schuld op zich hebben geladen en dat mensen die individueel onschuldig daaraan waren, daar ook mee te maken hebben gehad. Hè? Het lot van de natie hebben gedeeld. Een extra verantwoordelijkheid hadden om daartegen te protesteren of om zich als individu te onttrekken aan wat er collectief misging. Maar je kunt niet zomaar dat individuele gaan uitsluiten. Als je nog enige soort van zakelijke, reële schuld en zonde aan de orde wil stellen. Er is geen collectieve schuld, ook om de andere reden dat ook waar er sprake is van collectieve schuld, laten we bijvoorbeeld kijken naar de situatie van de ballingschap, waar, laten we zeggen, de zonde van de natie leidt tot een straf voor het volk als geheel. Dat aspect bestaat dus wel degelijk. Maar juist te midden daarvan kan in Habakkuk 2 gezegd worden, maar de rechtvaardige zal uit geloof leven. Dat wil zeggen, ondanks het feit dat de Assyriërs en de Babyloniërs het volk zullen overweldigen en in ballingschap zullen voeren, is er een soort blijvend beginsel bij God dat leven geschonken wordt aan degene die uit geloof leeft, die vanuit de trouw van God probeert te leven en die zelf met trouw aan God antwoord geeft. Dus juist die prachtige basistekst die Paulus gebruikt in Romeinen 1, dat citaat uit Habakkuk, de rechtvaardige zal uit het geloof leven, Habakkuk 2 vers 4, die duidt juist aan dat ondanks de collectieve schuld er sprake is van een individuele rechtvaardiging. Ja, en als Paulus zegt dat niemand rechtvaardig is, dan zegt hij niet, er is geen enkele gemeenschap rechtvaardig, dus we hebben allemaal toch een of andere collectieve schuld. Nee, hij bedoelt letterlijk, er is niet één iemand, niet één enkel individu dat schuldeloos is. En dat komt niet omdat hij participeert aan een schuldig collectief, maar dat komt op grond van zijn eigen zonde. En dan nu de volgende vraag. Tom Wright en James Dunn spreken vaak over de functie van de wet als boundary marker. Dat wil zeggen, het gaat om de geboden en verboden die het collectief van Israël afzonderen van de rest van de mensheid. De opheffing van de Torah betekent dan alleen het wegnemen van deze afzondering. En mijn vraag is dat wel de betekenis van de wet bij Paulus? Gaat het inderdaad alleen maar om die boundary markers? Ja, dat is vooral door James Dunn zo naar voren gebracht. Ja, dus als Paulus spreekt over de functie van de wet en dat we bevrijd zijn van de wet en dat we gerechtvaardigd worden zonder wet, hè, dan bedoelt hij, zou Paulus daarmee bedoelen, je wordt nu gerechtvaardigd zonder dat je je aansluit bij Israël, zonder dat je namelijk de wet hanteert van besnijdenis, van kasjeroet, alle andere voorschriften. De rechtvaardiging komt niet alleen maar toe aan het verbondsvolk, maar het verbond is nu helemaal open en dat is alleen maar mogelijk als die grenspaaltjes tussen Israël en de volkeren gaan wegvallen. Ja, het is wel de vraag of dat nou zo is. Want denk maar aan Petrus in Handelingen 10 en 11. Die krijgt een visioen te zien van een groot laken waarop allerlei onreine dieren rondkrioelen. En een stem uit de hemel die zegt, slacht en eet. En dan zegt hij, geenszins heren, want ik heb nooit iets gegeten dat onrein was. En dan krijgt vervolgens Petrus te horen, maar wat God gereinigd heeft, dat moet jij niet opvatten als onrein. Dan is het duidelijk dat het niet over die dieren gaat. Dat is een kwestie apart. Het is duidelijk dat het gaat over het opheffen van een boundary marker. Want het niet mogen eten van onreine dieren is nou exact de scheiding tussen Jood en niet-Jood. De Jood die geen varken mag eten, want dat is een onrein dier.
en niet-Joden, zoals de Romeinen, die dat bij voorkeur nou weer wel deden. Dus Petrus krijgt in feite te horen, die boundary markers, dat moet je helemaal uit het oog laten vallen. Dat is helemaal niet meer belangrijk. Ja, en dat is van het grootste belang voor de interpretatie van dat grote conflict waar Paulus over spreekt in de Galatenbrief. Petrus en Paulus eten daar gewoon samen met niet-Joden aan één tafel, maken zich helemaal geen zorgen over de rituele status van hun niet-Joodse medegelovigen, maken zich geen zorgen over de vraag of de wijn al dan niet aan een heidense afgod gewijd zou zijn, maken zich geen zorgen over de vraag waar hun vlees vandaan komt, al neem ik aan dat ze nou geen varkensvlees gegeten zullen hebben. Maar er is geen zorg om die voorschriften die inderdaad Israël van de rest afzonderen. Dan komen mensen uit de sfeer van Jacobus en dan ontstaat er angst bij Petrus voor de mensen die uit de besnijdenis staan, staat er dan. Ik denk dat dat dan de Joden zijn die op dat moment in Antiochië in Syrië als het ware jaloers meekijken van wat is daar allemaal gaande. Ja, ik denk dat die angst dus vooral de onbekeerde Joden geldt en dat de mensen die van Jacobus genoemd worden, dat dat wel mensen zijn die door Jacobus gezonden zijn. Maar de angst voor de besnijdenis die Petrus krijgt is niet voor de mensen die door Jacobus zijn gezonden, maar is voor de onbekeerde Joden of misschien wel de Joodse christenen. Dat is angst om door hen niet meer voor vol of voor Joods te worden aangezien. Dus wat Petrus daar doet is inderdaad weer die boundary markers heel belangrijk gaan vinden, in strijd dus met wat hij in de handelingen 10 en 11 te zien heeft gekregen. Dat is het uitgangspunt ook van het nieuwe Paulusperspectief. Er is dus wel hier en daar sprake geweest van de grote vraag: wat doen we met besnijdenis? Dat weten we uit de Galatenbrief. Dat niet-Joodse gelovigen via de besnijdenis dachten een betere christen te kunnen zijn, omdat ze dan en Joods waren en christen. Maar dat mag je niet zomaar uitvergroten, totdat het ook alles omvat wat er maar in het hele Nieuwe Testament over de Tora gezegd wordt. Paulus heeft het daar helemaal niet over. Paulus spreekt Joodse en niet-Joodse gelovigen aan zonder erop aan te dringen dat die hun status tegenover God helemaal als gelijk moeten zien. Ik denk dat Paulus helemaal niet van mening is dat je als Jood een niet-Jood moet worden of als niet-Jood eerst Joods moet worden. Iedereen moet blijven in de roeping waarmee hij geroepen is. Maar de wet gaat over iets heel anders. De wet gaat over Gods wil voor het gedrag van mensen, voor de houding van mensen. En als Paulus dus in de Romeinenbrief over de wet spreekt, dan ziet hij de wet als een uitdrukking van Gods wil. Hij ziet de wet als een macht in de wereld die in zekere zin tegen de eigen inhoud in die rare bijwerking heeft, dat het mensen ertoe brengt juist om te zondigen, omdat de wet kennis van de zonde geeft, maar niet de macht verleent om de zonde na te laten. Hij spreekt over de zonde als een macht die met de wet samenwerkt. Dus hij heeft het toch steeds daar over de Tora, op de wijze waarop Israël die Tora heeft gezien. Nou, niet als boundary marker, want zo heeft Israël helemaal niet gedacht. De boundary markers waren in Israël maar een onderdeel van de wet. De Tora wordt door Israël gezien als de uitdrukking van Gods heilige wil. Maar Israël gaat daarin nog een hele specifieke kant op, waar Paulus over spreekt in Romeinen 10. Namelijk dat Israël de Tora heeft opgevat als een stelsel van geboden en verboden, van opdrachten. En dus het accent helemaal ergens anders heeft gelegd dan waar het zou horen. Dus ik zie helemaal niet in waarom de situatie in Antiochië in Syrië, in Galaten 2 en wat Petrus als visioen heeft gekregen in Handelingen 10, wat in beide gevallen wel om een belangrijke vraag gaat in de ontwikkeling van de eerste gemeente. Maar het gaat niet om een hoofdzaak. En de hoofdzaak, denk ik, in de Romeinenbrief is dat onderscheid tussen
de werken van de wet en de rechtvaardiging uit geloof alleen. Wordt een mens nou gerechtvaardigd? Is bij God aannemelijk, ontvangt de gerechtigheid van God omdat hij zijn best doet? Opvallende is dat Tom Wright in zekere zin dus die rechtvaardiging uit de werken weer aanbeveelt. Hè? Als je maar je best doet om bij die gemeenschap te behoren, dan ben je voor God aanvaardbaar geworden. Het is niet alleen maar een kwestie van individueel geloven bij hem. Ik denk dat Paulus juist precies het tegenovergestelde zegt in Romeinen 3 vers 28. Wij concluderen dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken van de wet. Dus dan heeft hij het niet over besnijdenis en kasjeroet en dergelijke. He, dat hij als het ware zegt, de mens wordt door het geloof gerechtvaardigd, waardoor hij deel gaat uitmaken van het collectief van de gemeente, zonder dat hij zich aan de afzonderende geboden en verboden van Israël moet houden. Dat is toch helemaal niet wel staan. Een normale manier om dit te lezen is, wij concluderen dat de mens, of hij nou Jood of niet Joods is, tot welk collectief hij ook maar behoort, door een persoonlijk geloof in Christus Jezus gerechtvaardigd wordt, namelijk bevrijd wordt van zonde en schuld, wordt vrijgesproken van het oordeel, bevrijd wordt van de toren van God die over de zonde heen zal komen. Zonder de werken van de wet, dus buiten het systeem van geboden en verboden, omdat in de Tora gegeven wordt. Natuurlijk horen daar ook bij, dan zie je dat dus het nooit zo is dat een van beide kanten volledig gelijk heeft en de ander niet. Daar horen zeker ook wel bij de werken van de wet in de zin van kasjeroet en besnijdenis enzovoorts. Maar niet uitsluitend. Eén manier om dat ook heel duidelijk te kunnen zeggen, Romeinen 2 vers 14. Want wanneer de heidenen die de wet niet hebben van nature de dingen doen die van de wet zijn, zijn deze die de wet niet hebben voor zichzelf wet. Voor zichzelf wet. Want zij demonstreren dat het werk van de wet geschreven is in hun harten. Probeer daar maar in te vullen dat het werk van de wet, dat besnijdenis en kasjeroet is. Ja, dus dit zijn heidenen die de wet niet van nature hebben. Ze zijn namelijk als heiden geboren en niet als Jood geboren. En die doen de dingen die van de wet zijn. Die doen de werken van de wet. Nou, doen ze besnijdenis? Houden ze zich aan de wetten van kasjeroet? Daar is natuurlijk helemaal geen sprake van. Ze doen de morele geboden van de wet. En dat is wat Paulus hier bedoelt. Hij heeft het over het werk of de werkzaamheid, to ergon, van de wet. Dat is geschreven in hun harten, wat zoveel wil zeggen als dat ze een goed werkend geweten hebben en daarom in hun omgang met elkaar wel degelijk doen wat God van ze vraagt. Hè. Ze bedrijven naastenliefde, ze zorgen voor een rechtvaardig rechtssysteem, althans daar streven ze naar, enzovoort, enzovoort. Er is geen sprake van dat je dan mag zeggen dat de werken van de wet uitsluitend de afzonderingsregels, de boundary markers zijn. De afzonderingsregels die Israël van de heidenen afzonderen. Je kunt het eventueel zeggen van Romeinen 3 vers 28, maar ik denk dat je dan toch weer wordt weersproken door de wijze waarop Paulus erover spreekt in de Romeinen 2. Dit was het voor vandaag. Dank voor uw aandacht en graag tot de volgende keer.